elke dag het opstaan, het zien hoe hij ontwikkelt, hoe hij naar mij kijkt. Ik vind alles heel overweldigend. Ik vond de eerste weken best wel heel erg heftig. Een paar maanden geleden voor het eerst moeder geworden van een superknap zoontje, Lavin. Ja. Hoe voelt het om nu moeder te zijn? Ja, heel bijzonder, heel onwerkelijk. Het was altijd al mijn grootste droom geweest om moeder te worden. En nu het zo echt zo is, dan gewoon heel bijzonder. Heel bijzonder, ja. En als we nu even teruggaan in de tijd, hoe kwam je erachter dat je zwanger was? Had je al Ik kwam er pas echt achter toen ik de test deed, maar ik was zo moe, dat niet te beschrijven hoe moe ik was eigenlijk. Ik moest elke dag huilen toen ik thuis kwam van mijn werk ik zat gewoon helemaal doorheen. Ik denk, wat is dit? Wat is er met mij aan de hand? En ik had totaal niet gedacht aan dat ik zwanger kon zijn, dus het was wel zo. Je hebt een test gekocht, hè? Verrassing. Ja, hebben jullie het samen gedaan, dat testmoment? Ja, met z'n tweeën, ja. Ik weet nog heel goed, het was zondagochtend en de winkels waren bij ons in Zwolle, want ik woon in Zwolle, pas om 1 uur open. En dat ik echt om 1 uur naar de winkel, naar de drogist ben gerend en daar woon ik ook achter. En toen de test heb gedaan, dat we om 1:30 wisten we van, je bent zwanger. Ja. Dus, je zit nu eigenlijk midden in je kraamtijd nog. Ja. Wat zijn je mooiste herinneringen nu van de afgelopen maanden? Ik vind alles heel overweldigend. Ik vond de eerste weken best wel heel erg heftig. Ja. En echt dat ik dacht, wat overkomt me? En ja, er wordt best wel weinig over gesproken, vind ik, dat het best wel zo heftig is. En wat ik het mooiste vind is gewoon het elke dag het opstaan, het zien hoe hij ontwikkelt, hoe hij naar mij kijkt en gewoon het oogcontact dat je dan. Ik vind alles gewoon heel mooi en hij is ook best wel heel gemakkelijk, dus dat is ook fijn. Hoe was dat eerste moment, dat eerste rondje met de kinderwagen? Ja. Dan ga je naar buiten en dan loop je eerste rondje. Hoe voelde dat voor jou om weer even uit je bubbel te komen? Ja, heel bijzonder ook, vond ik. Ook echt wel zo'n momentje. Het is mooi, je vergeet dat niet weer, moment. Nee. Ja, wat natuurlijk heel belangrijk is als moeder, ga je op een gegeven moment een baby uitzet shoppen en dan de kinderwagen. Mm-hmm. Wat zijn de kenmerken waar jij op hebt gelet, waar je kinderwagen aan moest voldoen? Voor mij was het heel belangrijk, want ik ben best wel lang. Ik wilde gewoon heel graag een kinderwagen die ook hoog was en dat je ook echt goed in de kinderwagen kan kijken. En ik heb gewoon altijd... zie ik wel op straat moeders lopen met een kinderwagen en dan is die kinderwagen zo laag en dan denk ik, dat staat bij mij niet omdat ik zo lang ben. Dus ik had deze al heel lang op het oog. Nou, en superleuk nieuws, want we mogen dus 3 kinderwagens weggeven, waaronder deze. Wat heel fijn is aan deze kinderwagen, je krijgt hem dan als reiswieg en als buggy. Je hebt comfort en veiligheid. In de buggy is de houding zo dat het kindje in 5 verschillende houdingen kan liggen. Dus in de lichtstand tot in zitstand. Wat heel fijn is als je met je kindje loopt buiten en ze willen slapen. Maar ook heel fijn als ze de wijde wereld in kunnen kijken. Wat ook een heel erg belangrijk onderdeel is van de Explory, is de verstelbaarheid. Dus voor als je man wat langer is, dan kan je hem wat hoger zetten, zodat je goed oogcontact hebt met je kind. En daarbij is het ook heel fijn dat je hem kan inklappen. En dan zijn er 2 onderdelen. De kinderwagentas is super en het heeft ook een bering voor UV-straling. En wat ik zelf altijd heel erg fijn vind, is dat het lekker flexibel is. Dat je met 1 hand kan sturen en met je andere hand een tas kan pakken. Of een speentje even in de mond kan doen. Dus dat is ideaal. En wat moet je doen om te winnen? Kijk in de beschrijving onder de video en dan wordt het allemaal uitgelegd.